en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Sims 4 aflevering. Hopelijk heb je er weer zin in. Druk dan alvast op het duimpje omhoog. En vergeet je zeker niet te abonneren, zodat je niks mist. Het is, even kijken, 7 uur 's ochtends en Joey zit al te stofzuigen. Kijk, het wordt al een echte huisman. En Ruby, die zit... Oh, wat hoor ik nou voor geluiden? Oh my god, waren zombies. Ik dacht, zit iemand kotsen of zo. Ruby staat al op de loopband om 7 uur 's ochtends. Dit is voor mij de eerste keer dat ze sport. Volgens mij is ze wel een hekel aan fitness. Ja, dat staat hier ook, hekel aan fitness. Maar ze is het toch aan het doen. Dus ze is goed bezig. Nou, dan was ze nu al weer eventjes mee stoppen. Ze staat er al een tijdje op. Ze is helaas nog een beetje in de rouw, omdat haar vader Sai natuurlijk is overleden. Super zielig. Nou, wel lief dat Joey eventjes komt kijken dan. Zullen we maar even over trainen mopperen? Trouwens, het was het plan om in deze aflevering te gaan trouwen. Vandaag, ik neem het op 17 februari, zou ook het nieuwe trouwpakket uitkomen van de Sims. Maar dat is uitgesteld. Stelt tot 23 februari. Dus we kunnen het vandaag helaas niet doen. Nou ja, we kunnen wel trouwen, maar ik wil graag op dat pakket wachten, zodat we dat gelijk kunnen uitproberen. Maar het is dus een week uitgesteld, omdat er wat gedoe was met Rusland, volgens mij. Het pakket zou eerst niet... Oh, ja joh, prima dat jij daarvan houdt. Het pakket zou eerst niet uitkomen in Rusland, omdat er een gay koppel in het spel zit. En in Rusland is er een anti-homo-lesbi-beleid. Ik weet het niet precies. Maar ja, dat wordt daar zeg maar niet geaccepteerd. Dus de Sims had eerst gezegd van oké, dan brengen we dat pakket niet uit in Rusland. En daar waren heel veel mensen, ja, een beetje boos om. Dat snap ik ook wel, want ja, hoe moeilijk moet dat zijn als jij op hetzelfde geslacht valt en in Rusland woont. Het is ook echt belachelijk dat het daar niet mag of zo, maar goed. In ieder geval, er was heel veel gedoe om. En uiteindelijk heeft de Sims toen wel besloten om het pakket ook in Rusland uit te brengen, wat natuurlijk heel goed nieuws is voor de Russen. Maar daardoor werd het pakket wel een week uitgesteld voor iedereen. Dus dat is weer een beetje jammer, maar gelukkig komt het nu ook daar uit, want ik bedoel, zij verdienen ook gewoon dit pakket te kunnen spelen. En het is ook goed voor de LHBTI community daar. Oké, stroombespaardag is nu in werking gesteld. Oh, alleen elektriciteit wordt 12 uur lang uitgeschakeld. Daar heb ik toch helemaal geen zin in? Wie heeft daar nou letterlijk zin in? Niemand. Maar goed, ja, het is ook Vind je liefde dag. Nou ja, nu hebben zij al hun liefde gevonden. Neem ik aan. In elkaar, hoop ik. Ruby wil er ook niet zoveel mee doen. Nou ja, ze wil wel een afspraakje hebben. En ze wil romantisch doen. Maar ze wil geen bloemen geven. Zullen we dan maar eventjes flirten met elkaar? Dan hebben we in ieder geval iets romantisch gedaan. Trouwens, ik heb een nieuwe potentiële huisgenoot voor Ruby en Joey. Want we hebben natuurlijk Dave. Ja, die slaapt hier. Maar we hebben nog steeds één kamer over. Die wilde ik eigenlijk voor Alena doen, maar Alena wilde hier niet wonen. Nu heeft Joey nog een vriend en dat is Evan Lee. En hij is een zanger in een rockband en het is een goede vriend van Joey. Ik vond het wel cool misschien om hem hier te laten wonen. Oh, er gaat heel veel liefde af. Wat gebeurt er? Oh, ik weet niet wat er gebeurde. Ja, misschien dat Ruby hem afwees of zo, omdat ze heel verdrietig is. Ik weet het niet, maar dat zag er niet goed uit. Is dit ineens heel veel naar beneden gegaan? Of was het al zo? Ik heb het idee dat dit naar beneden is gegaan. Maar het kan ook dat ik in de war ben nu. Nou, kunnen we Ruby dan even troosten? Ja, hier, troosten over dood. Want ze heeft het best wel zwaar met dat haar vader is overleden. Wat ik ook wel snap, want dat was de enige waar ze nog een beetje een goede band mee had ook. Nou, hij is er wel voor. Ik vind het trouwens nog steeds echt heel cool uitzien. Ik vind het echt een leuke look. Ik vind dit haar denk ik nog... Oh, er wordt toch romantisch gedaan. Ik vind dit haar denk ik toch wel het leukste. Want ik heb ook dat met die clipjes. Maar ik vind dit denk ik toch nog iets leuker. Maar ja, we gaan die Evan Lee eens eventjes uitnodigen. Vragen of hij hier wil komen wonen. Ik vind hem ook wel iets voor hier. Hij ziet er een beetje rebels uit. Dat past natuurlijk perfect bij de fabriek. Net als Dave en Ruby ziet er ook wel rebels uit. Joey valt wel mee. Hoi Joey. Ik ben het Haley. Wil jij op een afspraakje gaan? Dit is zijn moeder. Dit is zijn moeder. Wat is die moeder eng? In de vorige aflevering ging die moeder ook al flirten. Dit is gewoon incest. Is niet normaal. Ik vind het echt heel eng. Ik snap ook niet waarom het gebeurt. Nee, dank je. Oh! Wat gebeurt daar? Ruby die gaat ineens uit de plaat tegen Joey. Oh, Evan Lee staat voor de deur. Maar hij staat gelijk naakt. Nou, dat is een leuk begin. Oh, Ruby die zit weer te roken. Nou, oké, prima. Mijn neef heet trouwens ook Evan. Hoi Evan, als je kijkt. Hij lijkt hier trouwens helemaal niet op. Oh, zo, ze doen even een bro handshake. Nou, zal ik maar gewoon gelijk vragen of hij hier wilt komen wonen dan? Kijk, een huisgenoot. Vraag om nieuwe huisgenoot te worden. Ja, Evan is zanger, stond hier al. Oh, er komt een kruis op Joey's hoofd. Nou, dat is een lekker begin. Yes, ik kan niet wachten om in te trekken als je een nieuwe huisgenoot. Nou, dat is even leuk. Evan, die woont hier nu. Dat is top. Dan kunnen we als het goed is dit bed gelijk aan hem toewijzen. Ginny in bed leggen. Waarom staat dat er nou weer? Ginny, die woont hier helemaal niet meer.
Goed, ja, hier, Evan. Nou, Evan, je hebt een bed. Dus alle bedden zijn nu bezet en het is compleet. We hebben nu 2 huisgenoten in totaal, Evan en Dave dus. Oh, maar ik denk dat Ruby deze jongen ook wel een beetje leuk vindt. Het is trouwens ook, ja, hij is dus een opvallende nieuweling. Hij is net bekend aan het worden. Kijk, opvallende nieuweling, dus hij wordt een echte celebrity. Ik denk dat Ruby dat ook wel leuk vindt. En The Hype is een club waar hij in zit. Dat is zeg maar zijn band. Zijn band heet The Hype. En dat is dus ook zijn club gelijk. Maar ja, het is een leuke jongen. Hij ziet er aardig uit. Natuurlijk wel een beetje een heftig uiterlijk. Eigenlijk weet zelfs Ruby. Ik vind het eigenlijk wel iets voor Ruby. Toch? Ik denk dat Ruby wel eventjes ja, een beetje in de war raakt van hem. Want het is wel een knappe jongen en echt iets voor haar. Nou, zullen we hem maar gewoon eventjes een beetje leren kennen. Naar zijn carrière vragen. Diepgaand gesprek. En we geven hem een compliment over zijn kleding. Want Ruby is gek op deze kledingstijl. Oh, ze geven elkaar al gelijk 2 zoenen. Nou, dat is al romantisch. Oh, de band is ook al best goed. Al beter dan Ruby en Joey. Nou, oké, dat misschien ook weer niet. Hij is wel flirterig, hè? Oeh, maar ik weet niet, is hij single? Ik twijfel een beetje, want hij ziet er zo goed uit. Ik kan me niet voorstellen dat hij single is, maar we kunnen het wel vragen. Oh, ze heeft hem een complimentje gegeven, hoor. Nou, meid, ja, kan je deze jongen weer staan? Oh, hij denkt al aan Ruby. Kijk, daar begint het al. Oh! Oh, ik dacht serieus dat hij mij een roos ging geven. Maar hij doet gewoon een toeter in mijn oor. Nou, lekker. Oeh, hij zit wel een beetje flirterig naar te kijken, hoor. Kan Ruby deze jongen weer staan? Ja, dat is de vraag. Oh, wat is er gebeurd? Hij is ineens heel boos. Heeft Ruby weer iets awkwards gedaan? Nou ja, dat zou me ook weer helemaal niks verbazen. Doe nou gewoon even normaal, Ruby. En verpest het niet gelijk. Oh! Oh, ja, oké, er wordt geflirt. Zo, wat erg. Ziet Joey dit trouwens niet? Ja, ik weet niet waar die is, hoor. Oh, die loopt daar volgens mij beneden. Nou, dat kan hij nooit zien, natuurlijk. Ja! Goh, nou, nu wordt het weer een strijd. Ik ga nu ook wel het huwelijk van Joey en Ruby een beetje overdenken weer. Nou ja, ze zouden natuurlijk gaan trouwen. Ik vind Ruby sowieso helemaal niet het type om al helemaal te gaan settelen en te gaan trouwen, maar ja... Zij vroeg Joey ineens ten huwelijk, terwijl ik het helemaal niet op de planning had staan. Maar nu deze Evan Lee binnenkomt lopen, ja, nu ga ik er toch wel even 2 keer over nadenken of ze wel moeten trouwen. Want die Evan is wel heel leuk. En ik denk dat Ruby hem ook heel leuk vindt. En ze passen echt goed bij elkaar. Oh nee, ze droomt weer over luiers. Nee, je krijgt geen kinderen meer. We gaan geen kinderen maken. Ik denk dat Ruby het ook wel leuk vindt dat hij, zeg maar, beroemd is. Dat ze daardoor hem wel extra aantrekkelijk vindt. Oh, kijk, hij heeft zelfs flirterige hartkoekjes gemaakt, Evan Lee. Nou, wat een schattige jongen. Hij maakt gewoon hartkoekjes. Kijk nou. Zo, daar heb ik echt trek in nu. Ik weet niet wat erin zit, maar het ziet er wel lekker uit. Nou, ik ga natuurlijk wel even wat van zijn hartkoekjes proberen, uiteraard. Oh, zit hij nou al te klagen over dat het hier vies is? Ja, je kan zelf ook opruimen, hè, luiwammes. Het is niet omdat jij een beetje beroemd bent dat je hier niks hoeft te doen in het huis. Nee, zo werkt het niet. Maar ik vind hier wel een beetje een depressieve bedoeling. Ik bedoel, het is slecht weer. Het is binnen helemaal donker omdat onze stroom ineens is afgesloten. Dat is wel een beetje jammer. Maar met het huwelijk op het oog, als het allemaal doorgaat, als iedereen tevreden blijft, kunnen we misschien wel een beetje gaan kijken naar trouwlocaties. Even een leuke trouwlocatie zoeken. Ik weet dat je bijvoorbeeld hier bij het herenhuis kan je trouwen. We kunnen even gaan kijken. Dit is een mooie locatie. Echt super mooi. En ja, dit zou in het echt ook zo'n mooie trouwlocatie zijn met die roze bomen. Het is dat je in Nederland... Je hebt wel van die roze bomen. Ik heb er hier achter mijn huis ook een, maar die is echt maar 2 weken in de lente of zo volgens mij roze. En dan daarna vallen die blaadjes er alweer af. Dat is super jammer. Maar dit is een mooie trouwlocatie. Ik vind het alleen... ja, je kan hier niet echt een afterparty, zeg maar, houden. Niet nog een feestje. Mensen kunnen niet zitten. Ik bedoel, je hebt niet echt een bar gedeelte of iets. Je hebt wel een dolf. Maar ja, heb je ook niet veel aan. Dus nee, deze valt af. Zo, het is hier blijkbaar een hittegolf. Maar dit is Club Calico. En hier zijn Kaylee en Sai getrouwd. Misschien weten jullie dat nog wel. Dat was hier zo. Hier heb je die... trouwboog, hier zijn ze getrouwd. En het is ook een leuke locatie. Je kan ook nog hierboven op het balkon trouwen, al zou je dat willen. Want hier heb je ook gewoon een zitgedeelte. Er kan taart komen, muziek kan er komen. Drankjes, dus je hebt hier echt van alles. Dit is een hele leuke locatie. En het heeft wel iets sentimenteels, omdat Ruby's ouders hier dan ook zijn getrouwd. Maar goed, we kunnen natuurlijk ook gewoon een heel compleet nieuwe locatie neerzetten. Ik weet ook nog niet precies hoe dat trouwpakket werkt. Misschien heb je daar wel weer bepaalde dingen voor nodig of komen er locaties bij. Dan zouden we die gewoon kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk ook leuk. Ik denk dat ik even bij Max en Jack langs ga. En bij Ginny natuurlijk. Samen met Joey. Max, haar broer, weet volgens mij ook nog niet echt over de relatie van Ruby en Joey. Dus we gaan er eventjes naartoe om het te vertellen. Kijken wat hij ervan vindt. Op deur kloppen. Ik weet niet waar Joey nou weer heen rent. Die gaat er ineens vandoor.
Die gaat eventjes rolschaatsen. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling dat je dat ging doen, maar prima als jij dat wil doen. Kom maar binnen. Nou, fijn. Eens eventjes kijken. Waar is iedereen? Oh, Ginny. Alleen Ginny is er. Oh, oké. Okay. Dat is wel leuk. Oh nee, Max en Jack zijn buiten. Ik dacht, anders kunnen we even tijd met Ginny spenderen, want... Ja, Ruby mag Ginny natuurlijk niet echt meer zien van Max. Dus ja. Nou goed, we gaan eventjes naar hem toe. Om advies vragen. Weet ik veel. Is hij nog steeds heel verdrietig? Ja, dat is hij zeker. Nou, snap ik ook wel. Ja, we kunnen hem eventjes omhelzen. Dat doen we nu al. Maar misschien wilt hij nog wel een omhelzing. En eventjes opfleuren. Ik denk dat hij dat wel kan gebruiken. Ruby die aardig doet, hè. Gebeurt ook niet vaak. Maar Max heeft wel lekker iets gemaakt. Wat is dit? Gegrild fruit. Lekker. Ik heb nog nooit, denk ik, gegrild fruit op een barbecue. Jullie wel? Lijkt me wel super lekker. Nou ja, ik heb wel eens banaan soort van gegrild in de pan. Dat is wel super lekker, maar op de echte barbecue nog niet. Moet ik echt een keer doen. Ik word gewoon geïnspireerd door de Sims, jongens. Dat is ook grappig. We gaan eventjes met Ginny dansen, hoor. Ja, ik zou niet te veel met haar praten, want dat mag natuurlijk niet van Max. Maar ik mag vast wel eventjes erbij dansen. Nou, mag Joey wel met Ginny praten eigenlijk? Of is dat ook verboden terrein voor hem? Ik denk het wel, maar ja, Joey is natuurlijk de broer van Ginny. Nog steeds super raar. Oh, Ruby die gaat toch eventjes naar Ginny toe. Ze gaat het stiekem doen. Ze geeft haar een knuffel. Nou, gelukkig ziet Max het niet. Oh, ze is heel verdrietig. Ach nee, arme meid, waarom is ze verdrietig? Misschien omdat zij is overleden. Ja, ik denk het wel. Want dat is natuurlijk haar opa, dus dat zou wel logisch zijn dat ze daar gewoon verdrietig om is. Oh, ik vind dit trouwens zo irritant dat Sims dat elke keer doen als ze in een nieuwe ruimte komen. Dat ruiken ze van, oh, wat ruikt het hier fris of zo. Maar ze doen het elke keer als ze hierheen gaan, als ze elke keer naar een andere kamer gaan, doen ze het weer. Echt super stom. Ik weet ook niet waarom de Sims al zoiets toevoegt. Dat is toch helemaal niet fijn. Joey die gaat eventjes met zijn zusje praten. En haar eventjes wat complimentjes geven. En eventjes ja, een beetje er proberen op te vrolijken. Als dat nog lukt. Volgens mij lukt het niet echt helemaal. Oh, gooi je nou confetti in de lucht? Ja, leuk. Dan kan Max straks weer stofzuigen. Zou die vast blij mee zijn. Nou ja, we gaan haar ook maar eventjes troosten over de dood. Hopelijk knapt ze daar weer wat van op. Ik denk het niet. Ik vind ze wel op elkaar lijken trouwens, Ginny en Joey. Ze lijken wel echt broer en zus. Oké, Max en Joey zijn aan het praten. Hoe gaat dat? Doet Max een beetje aardig? Ja, ze hadden natuurlijk als kind ook altijd ruzie met elkaar. Oh, Joey geeft hem een complimentje. Nou, dat gaat al goed. Misschien zijn ze het verleden wel vergeten. Ik denk het wel. Ik bedoel, als je volwassen bent, dan is het op een gegeven moment ook al klaar, toch? Oh, Ruby gaat weer uit de plaat. Oh, Joey die kent Jack nog helemaal niet. Nou, dan kunnen we ons daar nog eventjes aan voorstellen. Dat is wel zo netjes. Oh! Wat gaat ze nou weer? Wat zit Ruby? Ruby zit heel de tijd Joey uit te schelden op een of andere manier. Dit is heel raar. Ik snap ook niet waarom ze dat ineens doet. Er is toch niks ergs of zo gebeurd? Jaloers zijn? Op wie is ze... Op wie is ze jaloers? Is ze nou letterlijk nu jaloers op Joey, omdat hij met Max praat? Jaloerse steken. Het is niet altijd redelijk, maar soms komen die jaloerse gevoelens gewoon opborrelen. Ruby is al jaloers als Joey met Max praat. Dat is Ruby's broer. Joey valt niet eens op jongens. Oh my god, moet je nagaan als Joey met een vrouw praat? Nou, dan gaat ze helemaal uit de platen. Slaan ze hem gelijk in elkaar. Hoe kan je daar jaloers op zijn? Even serieus, Ruby. Dat is echt niet normaal. Je hebt echt problemen, meid. Je moet echt in therapie. Misschien moet je even wat gegrild fruit eten. Misschien knap je daarvan op. Oh, zo hier wordt flink gezoend ineens. Nou, prima. Dan kan Ruby ook zien dat er niks aan de hand is tussen Max en Joey. Wat sowieso al niet het geval zou zijn. Oh, ze wordt weer boos. Ruby, hou nou eens even op, joh. Echt, heel die relatie tussen hun gaat eraan. Dat Ruby altijd boos is. Om niks. Nou, Ruby gaat dan maar weer eventjes naar complimentjes vissen bij Joey. Misschien krijg je dan weer eventjes wat bevestiging hoe geweldig die je wel niet vindt. Oh, gaat hij weer met die vuilniszak? Zo raar dat. Ik snap dat nog steeds niet, want hij heeft helemaal geen vuilniszak in zijn inventaris. Ik begrijp het niet. Of doet hij dat van die stofzuiger of zo? Nee, ook niet. Ik snap er echt niks van. Nou, Ruby, vraag maar even een complimentje aan hem. Gaat hij het ook nog geven aan haar of zegt hij van zoek het maar uit? Oh, ja, volgens mij geeft hij er nog een complimentje ook. Joh, die Joey laat zich ook helemaal wegcijferen door Ruby. Echt, als ik Joey was, had ik het al lang uitgemaakt. Maar nee, hij blijft blijkbaar bij haar. Blijkbaar vindt het niet erg wat ze doet. Oh, moet ik mijn rekeningen betalen, anders wordt mijn stroom afgesneden. Ja, die was sowieso al weg. Door een of ander buurtplan dat weer aan de hand was. Nou, ik vind het weer prima hier. Ruby kan zich ook weer niet gedragen, dus we gaan maar gewoon naar huis. Volgens mij mag Max Joey wel weer een beetje. Het verleden is echt een beetje vergeten, van toen ze als kind al de ruzie gingen maken. Dat is fijn. Want ja, dat kinderachtige gedoe is nu ook wel achterwege. Behalve voor Ruby. Wat? Ruby die gaat uit haarzelf ineens trainen? Maar ze haat fitness.
Waarom doet ze dan dat uit zichzelf? Ze weet ook echt niet wat ze wil in het leven. En waarom loopt Dave heel de dag in zijn onderbroek? Echt letterlijk, hij heeft heel de dag in zijn onderbroek gelopen. Heeft hij geen kleren of zo? Oh, trouwens, onze stroom is weer terug, zoals je ziet. Er is weer licht, dus dat is ook fijn. Dit kan trouwens ook weer weg. Ja, dit was voor Ginny, maar ja. Die is weer van ons afgenomen natuurlijk. Dus dat kan weer opgeruimd worden eigenlijk. Zullen we maar even de rekening betalen? $7000. Nou, dat is flink. Maar gelukkig kunnen we het ons veroorloven. Want Ruby heeft natuurlijk geld gestolen van de ouders. Maar ja, het geld gaat wel een keertje op. Gelukkig krijgen we wel huur van Evan en Dave. Maar ja, wij betalen natuurlijk ook alle rekeningen. Dus die betalen zij op die manier mee. Ja, er moet zelf ook wel wat geld op de plank komen. Ik krijg ook wat reacties van dat jullie het leuk zouden vinden als ik schurkachtigheid zou studeren. Alleen studeren, ja, dat duurt best wel weer lang in de Sims. Dus ik weet niet helemaal of ik dat ga doen. Ik zag trouwens ook wat mensen zeggen van... is het niet tijd voor een nieuw seizoen? Omdat Kaylee nu een ouder is. Maar ik vind het nog wel een beetje vroeg voor een nieuw seizoen. Toch? Of vinden jullie de serie al saai worden? Want er gaat nog best wel veel gebeuren, denk ik. Ruby gaat nog trouwen met Joey als het goed is. Misschien wel met Evan. Nee, kunnen we eigenlijk echt niet doen. En we krijgen nog het hele drama met Ginny natuurlijk. Als Ginny dadelijk een tiener is, gaat Ruby ook vertellen dat zij haar moeder is. Komt er ook weer van allemaal drama. En misschien gaat Ginny dan wel helemaal uit de plaat. Of ze wordt juist een heel net kind. Maar ik denk dat we nu gewoon de serie nog gewoon moeten behouden. Ik vind het ook nu nog super leuk. En dat we even moeten kijken als Ginny bijvoorbeeld dadelijk tiener is en Tess en Toby, of het leuk is om met hun verder te gaan of een nieuw seizoen te beginnen. Maar voor nu vind ik het eigenlijk nog te spannend om het nieuw seizoen te beginnen. Ik vind dat we eigenlijk hier nog wel door mee moeten gaan. Maar goed, we gaan allemaal naar bed toe. Het is weer mooi geweest vandaag. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je zeker niet te abonneren. Vind je lieve dag was afschuwelijk? Nou, vond ik ook. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende aflevering. Doei doei!